Amsterdam heeft een straat genoemd naar Willem Kraan, een van de voormannen van de februaristaking, die door de Duitsers gedood werd. Een dochter van hem onthulde een kop, gemaakt door beeldhouwer Braat, die Kraan afbeeldde als man van verzet tegen de eerste Duitse vervolgingen van Amsterdams Joden. Vrouw, dochter en kleinkinderen legden samen een krans bij het beeldje in de Kraanstraat, dat door burgemeester Van Hal aanvaard werd namens de gemeente Amsterdam. Straat en beeldje verankeren op eenvoudige wijze een grote verzetsdaad. Op het Jonas Daniel Meijerplein wapperde de Amsterdamse vlag naast de dokwerker, toen burgemeester Van Hal daar een krans legde ter herdenking van de februaristaking van 25 jaar geleden, die door Andriessens beeld is vereeuwigd. Het plein was winters en kil als in 1941, toen de Duitsers, die het eerst nog hadden laten voorkomen of de Nederlandse Joden niet vernietigd zouden worden, toesloegen. Een razzia hielden en de gevangen Joden voor de ogen van de Amsterdamse bevolking begonnen te mishandelen. Op dat ogenblik klonk de kreet, dit kan niet, staken. Een zwijgende, stakende stad toonde toen de verbondenheid met de Joden. 25 jaar geleden is het. Maar het defilé langs de dokwerker was dit keer omvangrijker dan ooit. In een met waardigheid bereikte eenheid van allen die niet alleen de vermoorde Joden wilden herdenken, maar ook de staking die het Nederlands verzet tegen de Duitsers definitief opende. Jongeren en ouderen legden bloemen neer uit behoefte om mensen en hun geest te eren en om een dag levend te houden die in de geschiedenis van ons land een van de beste is, wegens zijn spontaan verzet tegen een beestachtige bezetter.